Vandaag zijn we in het Maaslin Centrum en we hebben nu een gesprek met Timo Nelissen. Hij is van de werkgroep Jong Elslo. Kun je even aangeven, wat doet de werkgroep Jong Elslo? Nou, de werkgroep van Jong Elslo doet eigenlijk leuke activiteiten organiseren voor jongeren. Maar eigenlijk gewoon een entertainment voor jongeren. Wij vinden namelijk dat er eigenlijk veel te weinig is voor jongeren in Elslo. Te doen qua recreatie. Dus we hebben het initiatief genomen om zelf iets te starten. Bij welke organisatie behoren jullie? Wij doen het onder naam van Dorpsplatform in Elslo. En jullie zetelen dan ook in punt 39 of waar zitten jullie dan ook? Ja, dat is ook onze locatie, punt 39. Daar zijn eigenlijk de meeste activiteiten. Hoe groot is de werkgroep? Ja, we hebben op het moment een 14 jongeren die zich allemaal vrijwillig inzetten om dus leuke activiteiten te organiseren voor andere jongeren. En hoe komen jullie aan die ideeën? Hoe organiseer je dat dan? Nou, hoe organiseren we dat? We vragen eigenlijk aan de jongeren die het leuk vinden om te helpen met iets. Wat ze leuk vinden zelf te doen. Wat zijn hun hobby zelf? Het kan bijvoorbeeld zijn, iemand zei dus laatst, bakken bijvoorbeeld. Nou, leuk, dan gaan we dus een bakmiddag organiseren met de jongeren. En dan hebben we dus dan twee jongeren die het leuk vinden om dat dan te begeleiden. Nou zijn we hier op de bakmiddag. Wat hebben jullie vanmiddag gemaakt? Nou, we hebben kickpops gemaakt. Je kan het achter me hier zien. Het zijn cakejes op een stokje en dan kan je die leuk versieren. Dat is wel leuk. En wie heeft de cakejes gemaakt? Hebben jullie dat zelf gemaakt? Ja, dat hebben we volledig zelf gemaakt. Van bloem van naam. En als ik hier nou links of rechts van me kijk, dan zie ik helemaal diverse attributen. Hebben jullie dat allemaal moeten aanschaffen of hoe komen jullie eraan? Nou, we hebben geluk. Er zijn meerdere mensen die zelf ook al wat materialen hebben. Dus iedereen heeft zelf het meegenomen. En alles wat we misten hebben we aangeschaft. Jullie hebben ook al in het verleden alle activiteiten voor de jongeren georganiseerd. En klopt. Welke waren dat? We hebben een spellenmiddag georganiseerd voor jongeren. We hebben een gamemiddag georganiseerd. Een schaakmiddag en een toernooitje ook erbij. We hebben ook muziekmiddagen georganiseerd voor jongeren. Binnenkort staat er nog iets op programma. Wat is dat dan? Ja, nou 11 juni hebben we dus weer een leuke spellenmiddag waarbij jongeren langs kunnen komen om gezellig spelletjes te spelen. En welke spellen moet ik dan aan denken? Het zijn twee soorten spellen. Het zijn computerspellen en dat zijn bordspellen. Het zijn dan bordspellen zoals Jenga, Uno, Cards Against Humanity, Sloan & Kittens, maar ook gewoon normale kaarten met pesten of schaken. Dat nou heb ik van deze activiteit bijvoorbeeld geen enkel bericht gezien. Hoe bereiken jullie die jongeren om hier aan deel te nemen? We doen ze eigenlijk op twee manieren bereiken. We hebben een Instagram pagina en dat is jong.elslo. En daarnaast doen we dus de jongeren zichzelf contacteren. En dus dan uit vriendengroepen, maar ook vrienden van vrienden. Dus als de jongeren komen, vragen ze of ze andere vrienden willen uitnodigen. En die activiteiten, is dat gratis? Alle activiteiten die wij organiseren zijn volledig gratis voor de jongeren. Dus je kan gewoon vrijblijvend binnenlopen. Als we bijvoorbeeld nu een bakmiddag hadden van 12 tot 2, kan je van mijn pad ook om 1 uur binnenlopen. Of je kan ook al om 1:30 gaan. Dus je kan binnenlopen wanneer je wilt, je kan gaan wanneer je wilt. En dat is volledig gratis. En het wordt gefinancierd door het Dorpsplatform Elslo? Dorpsplatform Elslo en het Oranje Fonds. Okay. Mag ik je heel veel succes toewensen dadelijk in de toekomst voor meerdere activiteiten. Ja. En heel hartelijk dank voor dit interview. Ja, alsjeblieft.